Lerby. Lerby. En dan ligt hij voor de tweede keer. 9 minuten voor het rustsignaal. Søren Lerby. Even goochelen in het 16 meter gebied. De bal goed voor het linkerbeen brengen. Frank Arnezen. De grens heeft gezwaaid voor het buitenspel. De scheidsrechter laat doorgaan. En wat doet Van Breukelen? Die doet helemaal niets. En dat is een beetje dom. Ja, hij reageert nu. Maar het is wat te laat. Kort. Of je kunt ook zeggen, Ajax zit er vast. Met name Cruijff. Cruijff hier. Lerby. Het is raak 1-0. Goed werk van Johan Cruijff. Die Coët daar vastzetten. Zoiets, ja, op Kieft. En dan Lerby. En Daniel. Aanval van Ajax. En Wim Jansen. En uiteindelijk Lerby. Lerby. Die zelf door wil. Daar komt de paas richting Lerby. Goed gespeeld van Lerby. En een schitterend doelpunt. Een schitterend doelpunt. Je zag hem aankomen van achteruit. Lerby, die de tweede helft met erg veel inzet en kracht is begonnen, dwong zijn medespelers om hem aan te spelen. En dat lukt uitstekend. Met zijn rechterbeen knalt hij Ajax op 1-1. Lerby. Lerby. Schitterend. En de woede bij Doesburg is die terecht. Hij gaat er gewoon langs in de korte hoek. Bam, 1-0. Van Hamburg soms wat beter in het centrum. Lerby. Kieft, goeie 1-2. Maar het is wat volger. Lerby, schitterend gescoord. Prima gedaan door Søren Lerby. Prima, hij kwam ontzettend moeilijk uit. En dan toch in de draai schiet hij gewoon voortreffelijk raak. 2-1. Arnezen. Lerby! Oh, wat een mooie bal! Søren Lerby. Een Deense onder onsje. De vrije schop van Frank Arnezen. Lerby met een prachtige zweetduik. En doelman Van Breukelen is gepasseerd. Olsen is veel sneller dan zijn tegenstander. Nu is het wachten op meer mensen voorin. Cruijff is daar, tikte met één door op Lerby. Opnieuw voor, hier in het Celtic nu met 2-1.